Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 42 hier in Canada. Heb jij de vorige video in Azerbeidzjan gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We pakten dan weer onze 15e overwinning van onze carrière. Tot nu toe gaat het uitstekend, alleen maar gewonnen in de grote prijs en laten we hopen dat dit ook weer gebeurt. Max Verstappen viel in de vorige video uit vanwege een mechanisch probleem. Jammer, allereerste keer dat hij geen punten haalde voor het team. Hij reed namelijk op P2. Kijken of we in deze wedstrijd uit zijn op revanche. We moeten gewoon vandaag weer de volledige score zien binnen te halen voor Schravende Racing. Maar goed, ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg een keer op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Tot nu toe niet zoveel bijzonders met de reglementen en dat soort dingen. Er komen een aantal flinke updates aan. Ultimate updates namelijk. Die moeten ervoor zorgen dat we nog verder omhoog gaan in de research en development boom. McLaren zit ons wel op de hielen. De race verloopt lekker droog, de kwalificatie dus ook. Wat bewolking, maar dat is niet erg. Daar dan McLaren en al die andere lijken komen dichterbij. Dus dat, daar moeten we wel voor zorgen voor maken, namelijk. Mercedes, Red Bull en al die andere lui. En dit zijn allemaal de updates, voornamelijk Ultimate Updates. Oftewel, dat is dan eigenlijk dan de laatste update en dan zitten we gewoon vol. Dan kunnen we geen updates meer doen en is het wachten wat dan de rest van de teams doen. Met die updates en ook of er een regulatieverandering komt. Maar eerst lekker de kwalificatie voor de grote prijs van Canada. Ik verwacht hier gewoon een pole position. Daar gaan we dan voor Q1. We zijn er klaar voor. We zijn aanbeland in Q1 natuurlijk. Lekker bewolkt, geen regen voorspeld natuurlijk. Canada is altijd een baan die mij heel erg goed ligt. En dat is goed om te zien. Hopen dat Max Verstappen hier mee kan komen. En weer een 1-2'tje voor ons kan binnenhalen. Dat zou goed zijn. Tot nu toe geen track limits waarschuwingen gekregen op het circuit. We komen aan bij de laatste paar bochten. Eilat met een 1-9-8. We hadden daar misschien wat beter de apex kunnen nemen. Maar goed, het is niet anders. En wij komen op een P4. Op 18e van Charles Leclerc met een 1-9-2. Yes, dat zeg ik goed. Zhou naar P5. Wij dus naar P4. We zijn eruit voor een tweede run hier in Montreal. We zijn inmiddels doorwezen naar P7. Dus dat belooft nog wat waar ook Max Verstappen staat. Want ik denk dat hij gewoon binnen blijft. Jazeker, hij blijft binnen. Met nog ongeveer 1 minuut en 15 seconden op de klok. Bottas naar P8. Russell naar 9. Groen in sector 1 en 2. 30 seconden nog op de klok, zegt Jeff. Eens kijken wat wij gaan rijden. Groen in sector 1 en 2. De Delta is 16e onder onze eigen tijd. En we pakken P1 af van Carlos Sainz met een 1-7-9. Dat is goed om te zien. We zijn aanbeland bij Q2. En ik heb besloten om er pas heel laat naar buiten te gaan. Iedereen is nu bezig met zijn outlap. En helaas komt Hamilton pal voor de deur bij ons terecht. We hadden ook gelijk een momentje overstuur door die vieze lucht die er uit die Mercedes komt. Pakken helaas een track limits waarschuwing. En hebben hier last van Lewis Hamilton. Kijken hier naar die binnenkant. Lewis laat daar weinig ruimte over. En eigenlijk is deze run gewoon een beetje in het putje gegooid. Maar we moeten gewoon nog dit volhouden. We hebben er een tweede run achteraan gegooid. Waarom? Ja, Hamilton die zat ons in de weg. Dus die run is niet goed. We zijn daarom dus nog steeds op P16. En iedereen gaat zich nu verbeteren. Wij moeten nu gewoon kijken wat wij gaan rijden. Op deze twee ronde oude setje softbanden. Ziet er hier gewoon te ver door. Ik wou die bocht halen. Mist er gewoon volledig de apex in. Denk, weet je wat? Ik snij maar lekker af. En we zijn gewoon lekker door naar de top 10 qualifying. Hier in Canada. Gaan lekker strijden met Max Verstappen om de pole position. En ik ben er gewoon zoals gewoonlijk heel laat naar buiten gegaan. Waarom? Dan spaar ik een setje banden uit voor de wedstrijd.
DRS gewoon geopend. Wall of Champions mooi ontweken en dat is dus goed om te zien. We gaan er met ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok onze laatste run in. Onze enige run in, terwijl Ricciardo de voorlopige pole position pakt. Ricciardo op pole. In Montreal. Maar wij moeten nog. Wij moeten nog een tijd gaan neerzetten. We komen aan bij de laatste paar bochten. Hebben DRS ingeschakeld. Met nog ongeveer 14 seconden op de klok. En dat is de pole position met een 1.77. Maar we hebben nog tijd voor een tweede run. Dat gaan we ook gewoon doen. Zitten weer groen bij de Delta. Zijn ons aan het verbeteren. Kwalificatie zit erop. Q3 zit erop. Verstappen naar P2. Redt het niet. Verstappen naar P2. Groen in sector 1 en 2. En dan komen wij denk ik net tekort. We komen 60.000 tekort op onze tweede run. Maar wij pakken gewoon nog de pole position. Goed gedaan. En Verstappen op 58.000ste mist hem. Sainz op een tiende. En is maar een paar duizendste sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. Wij starten dus vanaf pole position voor de Grote Prijs van Canada. Ik verwacht er veel van. Ik hoop weer een spannende battle met Max. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 42. Hello and welcome to the Isle Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix at a fiercely competitive circuit, where pole position can often be decided by less than a tenth of a second. We'll be seeing top speeds of around 210 miles an hour here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. And with me as usual is Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Leclerc, Daniel Ricciardo, and Perez, Hamilton, Russell, Joe, and Pierre Gasly, Bottas, Tsunoda, Callum Ilott, and Ocon, Norris. They've taken a grid penalty. Stroll, Marcus Armstrong, and Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Lundgaard, Latifi, and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel is dus opnieuw punten te behalen in de Grote Prijs. Natuurlijk gaat dat lukken. We vertrekken vanaf pole position naast ons Max Verstappen. We starten beide op de soft compound. Wij hebben een twee-stop strategie, Verstappen dus ook. Ik denk dat hij soft medium-medium heeft. Wij dus ook soft medium-medium. Neem echter fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 42 hier in Canada. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze startplek. Verstappen is ook gewoon oké weg. Sainz oké weg. Charles Leclerc niet goed weg. Ricciardo maakt een divebomb en is naar B2. Heeft Verstappen te grazen genomen met die divebomb. Maar Verstappen pakt hem gelijk weer terug. Wat een leuk gevechtje voor P2 dus. En wij zijn al weggereden van onze landgenoot en teamgenoot. Want dat gat is inmiddels een seconde geworden. We hebben een probleem met een onderdeel van de motor. Die is wat aan de beschadigende kant. Die kunnen wij vervangen in de Grote Prijs van Frankrijk. Maar eerst zorgen dat wij deze Grote Prijs heel huids doorheen kunnen komen. Dat we misschien weer een overwinning kunnen gaan pakken. Of dat Verstappen misschien zijn eerste van het seizoen pakt. Tot nu toe verloopt alles welletjes. Een 1-2'tje nog steeds in handen. Dat gat naar Verstappen is 14e. Ricciardo dus op P3. Na die waanzinnige start van de Australiër. Charles Leclerc op P4. Geel in sector 2. En nu weer groen.
Verstappen volgt op 17e. Carlos Sainz naar P5. Maken we een klein foutje bij de Wall of Champions. En dat heeft ons wat momentum gekost. Verstappen zit te kijken. Wij noteren de snelste raceronde met een 1.15.8. Zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd af. Verstappen daar aan de binnenkant zit. We laten hem staan. En wij hebben nog steeds die leiding in handen. Maar voelen de druk van Verstappen, Ricciardo, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ricciardo valt aan bij Verstappen. En Verstappen valt ons gelijk weer terug aan voor de leiding. Zit aan die binnenkant, maar wij hebben meer tractie dan onze landgenoot. Maar Verstappen heeft die DRS. Kijk naar de buitenkant. We moeten hem gewoon laten gaan. Ricciardo kijkt ook mee. Wij blokkeren hem. En Verstappen remt heel vroeg. Verstappen remde heel vroeg. We moesten daar even op onze voorvleugel letten. Maar Max Verstappen heeft de leiding gepakt in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Wij doorverwezen naar P2. Het gat naar Ricciardo is inmiddels 14e. Momentje overstuur op de exit komt door de dirty air van Max vanaf zijn wagen. We moeten nu terug knokken voor de leiding. Er zijn nog 31 rondes te gaan, dus dat duurt gewoon een tijdje. Herhaling van de start met mijzelf dus op pole position, Verstappen op P2. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. Ricciardo had een hele goede start. Kijk maar, wij naar P2 en dan komt daar in één keer Ricciardo. En Verstappen moet daar, want die raakt daar zelfs, Ricciardo. Dus Ricciardo, hele goede start. Niet echt niet te geloven dat hij dat kan. Verstappen heeft gelukkig niks beschadigd geraakt. Anders was het einde wedstrijd voor hem. En we zitten in ronde nummer 4. Groen in sector 2, rood in sector 1 hebben overtakeknop aanstaan. Gaan zometeen DRS krijgen. Raken een klein beetje de muur. Komen in de slipstream van Verstappen. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Daar is helaas geen ruimte. En zo moeten wij het nog steeds doen met P2. Ricciardo op P3. Ronde nummer 5. Weer hetzelfde verhaal. Overtakeknop aanstaan. DRS aanstaan. Verstappen kijkt naar de binnenkant. Verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Zijn er voorbij? Jazeker. Net. We zijn er net voorbij. Hebben wel een moment overstuur. En Verstappen kan terugkomen. Ook Ricciardo kijkt mee voor die leiding. Wij verdedigen de Australiër. En Verstappen heeft die plek weer terug veroverd. Proberen nog wel te kijken aan de buitenkant. Lukt dat? Nee, net niet. Jammer. Mooi gevecht om de leiding. Tussen mijzelf en mijn teamgenoot Max Verstappen. Leclerc en Sainz naar P4 en 5. Rood in sector 1. Hebben hier weer DRS geactiveerd. Overtakeknop ingeschakeld. We kunnen er net niet aanvallen bij mijn teamgenoot. Jammer, maar helaas. Banden zien er nog goed uit. We gaan zo meteen ronde nummer 7 alweer in. En Verstappen rijdt wat van ons weg. We hebben weer DRS. Schakelen overtakeknop niet aan. We gaan op besparingsstand. We rijden er gewoon naartoe, maar hebben wel een klein momentje bij de Wall of Champions. En dat kost ons wat momentum. Daarom moeten wij aan het einde van diezelfde ronde, in ronde nummer 8, het opnieuw gaan proberen bij Verstappen. We zitten hier wel heel goed. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Zijn er voorbij. Maar Verstappen zit er weer dichtop. We hebben tenminste DRS en overtakeknop tot onze beschikking. En we zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. We schieten wel een klein beetje door en moeten helaas die eerste bocht skippen. We krijgen een cornercutting waarschuwing en Verstappen heeft die plek weer heroverd door een foutje van mij. Het gat is 17e en dat moeten wij nu weer zien dicht te rijden. Dat gat is nu een halve seconde. We zitten aan het einde van diezelfde ronde in ronde nummer 9. Als Verstappen naar binnen duikt voor zijn eerste pitstop van de dag. Max Verstappen gaat naar binnen. Ik denk dat hij naar de medium compound gaat.
Die Ferrari gaat met hem mee. Dus Verstappen gaat nu voor een undercut. Wij gaan proberen om een ronde langer door te rijden om zo voor mijn teamgenoot te eindigen. En Verstappen naar de medium compound in ronde nummer 10. En in diezelfde ronde noteren wij paars in sector 1. We zijn hard aan het pushen, maar dat gat naar Verstappen is niet veilig voor een volledige pitstop. Daarvoor heb je ongeveer 20 seconden nodig, dat gat is 14,3. En we duiken naar binnen om te proberen om misschien nog voor die Ferrari-coureur te eindigen, maar Verstappen gaat ons sowieso passeren. Dat is jammer. Yuki Tsunoda duikt naar binnen. Ik wou eigenlijk mee naar binnen zeggen, alleen toen kwam er dat uit. Sainz heeft ons dus ook geundercut. Daar heb je Carlos. Jazeker, Carlos Sainz en Max Verstappen hebben ons geundercut. Dus wij moeten nu proberen om die plek weer terug te zien te heroveren. We zitten nog steeds in diezelfde ronde. Als we daar Carlos Sainz aanvallen aan die binnenkant. Hij weet dat. Laat ruimte. En dat is P2. De volgende heet dan, logischerwijs, Max Verstappen. Dat gat is 2,9 seconden. En wij hebben een ronde versere nieuwe banden tot onze beschikking. Dan is de vraag, hoe snel kan Verstappen rijden? We rijden nu al weg van Carlos Sainz. Dat gat is nu al opgelopen tot 18e. En Verstappen noteert de snelste raceronde, maar wij pakken dat van hem af. In onze outlap zijn wij sneller dan Verstappen. En in ronde nummer 14 is het zover. We zijn weer aanbeland bij de staart van Verstappen. Kijken misschien naar die binnenkant. Remmen, dat gat helemaal dicht. Hebben hier weer DRS, schakelen onze overtakeknop niet aan. We gaan in besparingsstand. Zitten er heel dicht op. Het gat is 2/10. Sainz op 3,9 seconden gereden. Die gaat niet meer meedoen voor de overwinning. Met nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd. Wij hebben ook nog steeds het snelste racehonderpunt in handen. Hebben we een klein beetje last van de dirty air. We hadden een momentje overstuur. En zetten rood in sector 1 neer. We zitten in ronde nummer 15 nog steeds. Als Verstappen daar gewoon ons blokkeert. Wij vinden dit niet netjes. Maar goed, het hoort erbij. Helaas pindakaas. Dan hebben we hier een betere exit. Kijken naar de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt. Maar Verstappen remt laat. En wij moeten ons hier gewonnen geven. We moeten nog een ronde wachten voor een echte aanval. Maar we zetten de druk er hoog op. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Als het geel is in sector 1, dan valt de McLaren stil. Dat is volgens mij Lando Norris. Lando Norris gaat uitvallen in de grote prijs. In ronde nummer 17. Staat daar stil bij bocht nummer 1. Ik denk een motorprobleem. We kunnen alleen maar kijken bij Verstappen als daar dan de bevestiging is. Lando Norris uitgevallen in de wedstrijd. Een nieuwe strategie is beschikbaar op de MFD. We hebben hier weer zometeen DRS. En zitten nog niet op de helft van de grote prijs. Dat is pas een ronde later. In ronde nummer 18 hebben we hier DRS. Overtakeknop ingeschakeld. Verstappen verdedigt weer die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt. Dit keer wel. En dan mag Verstappen hier niet inhalen vanwege gele vlag. Wat doet Verstappen? Jazeker. Verstappen mag hier niet inhalen. Goed zo. Hij weet dat. Vanwege Lando Norris die daar stilstaat. De beide Ferraris op 4 seconden gereden. Hamilton zelfs op 11,5 seconden. Zitten dus in ronde nummer 18 van de wedstrijd. En hier zijn we dan bij Lando Norris. Ja, een flinke rookpluim en dat is einde wedstrijd. Een onderdeel van de motor begeeft het. En Norris gaat hier pijnlijk uitvallen. 0 punten voor de Brit en zijn team McLaren. Alhoewel, Ricciardo rijdt nog in de punten, dus het kan nog. We zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd.
als Verstappen op 19e zit. En Verstappen duikt naar binnen. Max Verstappen gaat weer voor een undercut. De vorige keer is het geslaagd. Nu moeten wij ervoor zorgen dat het dit keer niet slaagt. Jezus, wat heb ik vandaag met mijn spraak? Dat het niet slaagt. Alsjeblieft, dat is het goede woord. Die pitstop is snel. Die is snel. Oeh, dit wordt lastig. Dit wordt lastig met die undercut. Want Verstappen rijdt op versere mediums. Is sneller. En gaat dat gat denk ik helemaal dichtrijden. We zitten in ronde nummer 23. Een ronde later. En we duiken naar binnen. Voor de overcut. Krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Het gat naar Verstappen is 16 seconden. Dat is niet genoeg, denk ik. Want je hebt hier ongeveer 19 seconden voor nodig voor deze pitstraat. Denk ik. Weet ik niet zeker. Exit 2,5. Ja, langer. 22 en een beetje seconden duurt de hele pitstraat. En Verstappen is ons gepasseerd. Nou, helaas net. De undercut is net gewerkt. Maar wij hebben wel een versere set banden tot onze beschikking met nog 11 rondes te gaan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer alsjeblieft voor meer wekelijkse video's van Formule 1 2021 My Team. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media en gebruik hem in de beschrijving. Verder met de wedstrijd. Verder met de grote prijs. Verder met de battle tussen mijzelf en Verstappen voor de leiding. Wij kunnen alleen maar kijken. We kunnen alleen maar kijken, want Verstappen weet wanneer hij zijn overtakeknop moet gaan gebruiken. Dat is slim. En kijk, hier rijdt hij weer van ons weg. Zoals gewoonlijk. Kunnen wij wel naar hem toe rijden? We kunnen naar hem toe rijden. Zitten te kijken. Verstappen verdedigt alweer die binnenkant. Wij remmen heel laat. En dat is gelukt, maar moeten hier de escape route nemen. En dat is helaas. Aanval mislukt. Poging nummer 2. Hier dan bij bocht nummer 1. Lukt dat? Nee, we zitten net te ver weg. We zitten in ronde nummer 25 nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Verstappen verdedigt alweer die binnenkant heel fel. Maar we kunnen er niet langs. Het wordt onmogelijk gemaakt. En ik denk dat Verstappen met nog 10 rondes te gaan zijn eerste wedstrijd gaat winnen. Of er moet een wonder gaan gebeuren. We kunnen er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 26. Nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. Alles van de motor zien er nog goed uit. Geen onderdeel beschadigd. Shit, DRS niet beschikbaar. DRS niet beschikbaar. En juist op het moment dat we hem zo hard nodig hebben. Kijk maar, overtakeknop. Maar we missen gewoon die topsnelheid van de DRS. We komen gewoon tekort. Ook zonder DRS. Kunnen wel terugkruisen. Lukt, oeh, wel een momentje hoor. Jammer, 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 jammer. Ik denk, lukt dat? Maar we hebben een momentje. Op de exit, hier dan. Proberen aan die binnenkant. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Het lukt gewoon niet. Het is gewoon onmogelijk. Verstappen weet zijn auto gewoon heel goed te plaatsen. En we komen er niet voorbij. Raken ook een beetje de muur. Maar geen voorvleugel beschadigd. Nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. En Verstappen, die is hier in bloedvorm. We kijken naar de binnenkant. Maar dat lukt net niet. Dat lukt net niet. En nu wordt het wel heel lastig. Zonder DRS. Er moet iets gaan gebeuren. Waardoor wij kans maken op een aansluiting. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Maar we kunnen er niet langs. En gaan ronde nummer 28 alweer in de grote prijs van Canada. Nee, bocht 1 niet. Helaas, jammer. We zitten in ronde nummer 29 van de wedstrijd alweer. DRS nog niet beschikbaar, daar vallen we aan bij Verstappen. Maar, dan heeft Verstappen ons hier op de exit. Yes, helaas. Helaas. Oh, Max rent wel heel vroeg. Ik denk dat hij dit expres doet, om te laten weten dat hij niet van gediend is. Maar goed, dit is racen. Dit is gewoon keihard racen voor P1. We hebben hier geen DRS, maar wel slipstream. Verstappen verdedigt die binnenkant heel fel. Wij kijken naar de buitenkant voor de zoveelste keer in deze grote prijs. En Verstappen remt gewoon veel later dan mezelf.
fokt daar wel zijn exit op, maar we kunnen er niet voorbij. Er zit in ronde nummer 30 nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. En tot nu toe ziet het er rooskleurig uit voor ons, maar Verstappen doet dit uitstekend. Houdt ons gewoon in het bedwang en vangt ons iedere keer op. Blauwe vlaggen worden zometeen gezwaaid voor Nikita Mazepin volgens mij. Jazeker, en Verstappen slaapt. Verstappen zit te slapen bij de blauwe vlaggen. Wij schieten een klein beetje door, maar we hebben hem te grazen genomen op een plek die je niet verwacht. Verstappen heeft hier wel DRS. Wij gooien onze overtakeknop aan ter beschikking. Maar wat een moment hier. Met nog 500 te gaan pakken wij de leiding weer terug in de Grote Prijs van Canada. Verstappen lag te slapen tijdens die blauwe vlag situatie. Mazepin doen we even veel te agressief tegen. Maar goed, waarom ook niet. Het is Nikita Mazepin, dat mag allemaal. We krijgen een waarschuwing vanwege het toetseren van Mazepin. Verstappen heeft hier zometeen wel DRS. Kan hij er ook naartoe rijden? We gaan die binnenkant verdedigen. Verstappen rijdt er naartoe. Maar komt net te kort. En gaan ronde nummer 31 alweer in. Ik ben een beetje mijn spraak kwijt vanwege de actie op het circuit zelf. Ik ben een beetje helemaal de weg kwijt wat er allemaal gaat gebeuren. Nog 4 rondes te gaan. Dus als we dit volhouden, dan kunnen wij een overwinning op onze naam zetten. Dit is goed om te zien. We stappen op 14e. DRS nog niet beschikbaar voor ons, dus dat is nadelig. En Verstappen kan hier gewoon misschien kijken. Dat gat is 14e, 13e, 2e, 10e, maar komt net tekort. Komt net tekort voor een echte aanval. Bij de hairpin lukt het ook niet. We verremden ons wel een klein beetje. En Verstappen zit te kijken bij de binnenkant. Lukt dat? Nee, net niet. Het is geel in sector 1. Het is geel in sector 1. Dat is een Aston Martin die daar... Jezus, die daar langzaam rijdt. Ik ben heel mijn spraak kwijt. Verstappen pakt ons terug. Stroll uitgevallen. Stroll uitgevallen. Geel in sector 1 ook. Safety car op de baan. De safety car is op de baan. En met nog 3 rondes te gaan, wordt dit een krankzinnig slot van een grote prijs. Oh, 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 Verstappen jongen, wat doe jij? Wat doe jij, Max? Niet al te langzaam rijden, kerel. En de DRS is weer beschikbaar. DRS weer beschikbaar. Dit gebeurde met Lance Stroll in ronde nummer 31. Ja, het is hier al gedaan. Stroll uitgevallen in de grote prijs. Gaat ook uitvallen. Jammer, maar helaas. We zitten in ronde nummer 33 alweer. Als de safety car naar binnen duikt. Verstappen gaat in één keer op zijn rem. Oeh, dat scheelde heel niks. Dat scheelde echt heel weinig. Of we hadden gewoon Max geraakt. Damn. Maar goed, alles overleefd. Mijn hart klopt nog. Gelukkig. Geen hartstilstand. Gelukkig. En we zitten gewoon te kijken bij Max. We zitten gewoon een beetje met elkaar te spelen. Dat mag. We mogen Verstappen niet voorbij. Zit er gewoon te kijken. Gaat Verstappen hier dan op zijn gas? Jazeker. Verstappen gaat op zijn gas. En wij zijn niet wakker gebleven. Verstappen rijdt van ons weg. In ronde nummer 34 alweer. Nog 2 rondes te gaan. Groene vlag wordt gezwaaid. En dit kan een spetterend slot gaan worden voor de Grote Prijs van Canada. Dat gat is 3/10. Sainz op P3. Dat gat is 5/10. Wij moeten nu naar Verstappen toe zien te rijden. Het wordt lastig. Maar je weet maar nooit. We hebben ook de snelste race-rondepunt in handen. We moeten alles cool zien gaan te bewaren. Alles opsparen voor dat rechte stuk. We hebben hier geen DRS. Want die wordt pas over 3 rondes ingeschakeld. Nou, dat wordt dus niet meer in deze grote prijs. Leclerc op 1,4. Hamilton op 1,9. Die maken geen kans meer voor de overwinning. Komen zo meteen aan bij dat rechte stuk. Ik ben heel mijn spraak kwijt door de spanning. Maar goed, boeit niet. We kunnen hier een eerste echte aanval gaan doen in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Hebben we hier overtekenen op inschakeld. Verstappen verdedigt ruw die binnenkant. En wij moeten kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt niet. En hebben zometeen nog 2 pogingen over. Sorry,
3 of 4, hier dan, in de laatste ronde loopt. De laatste ronde loopt en we kijken naar de binnenkant van Verstappen. Maar lukt dat? Dat lukt net niet. Dat lukt net niet. Terugkruisen misschien? Nee. Nee, 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 nee. Verstappen speelt dit heel slim. Hier dan? Oh, net niet. Net niet. Dit wordt een krankzinnig slot. Nog 2/3 te gaan in deze grote prijs. DRS niet beschikbaar gesteld. Weet dat wel. Sainz zit te kijken voor P2. Verstappen rijdt van ons weg. Gaat zo meteen dat rechte stuk op met 14e voorsprong. Wij moeten alles geven voor deze laatste paar sectoren in deze grote prijs. Sector 3 begint nu. We komen zo meteen aan bij dat rechte stuk. En moeten alles geven. Verstappen moet nog een paar meters gaan. Hier dat rechte stuk op. We hebben een betere exit. Jazeker, we hebben een betere exit. Verstappen. Niet goed weggekomen. We vallen hier aan die binnenkant. Verstappen knijpt ons af in de laatste ronde. Maar we hebben hem. We hebben Verstappen te grazen genomen in de grote prijs. Kan hier wel terugkomen. Maar de overwinning is voor ons. De overwinning is voor ons na deze spectaculaire grote prijs. We hebben de wedstrijd op onze naam geschreven. Het zit erop. De krankzinnige battle zit erop in de grote prijs van Canada. Bottas krijgt Drive of the Day. En dan gaan we ons lekker opmaken voor de volgende wedstrijd natuurlijk. You can't fault the performance on the track today. A well-deserved victory. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant. But here, they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de grote prijs van Canada, 25e wedstrijd, pakken ook de snelste race onder punt. Verstappen naar P2. Bottas krijgt driver of the day van P11 naar P7. Sainz pakt dat laatste podium voor Ferrari. Charles Leclerc naar 4, Hamilton 5, Perez 6. Ricciardo 8. Kwang Yuzhou 9, goed gedaan voor Red Bull. En Russell pakt punten voor Alpine. Gasly naar P11, Ocon 12, Island 13, Tsunoda 14, Armstrong 15, Giovinazzi 16, Latifi 17, Lundgren 18, Schumacher 19, Mazepin 20. En twee uitvallers, Norris en Stroll. Klassement bij de constructeurs en de coureurs, 72 punten verschil naar Verstappen, 195 punten naar McLaren, dus dat zit wel goed. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Geek Remote content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. En ja, dan zou ik zeggen, dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Geek Remote. Gaan we verder voor de volgende video. En dat is in Frankrijk. Tot ziens!